daar gaan halen, terugkomen, hier laten maken. Dat kon alleen maar een rijke man zijn. Zeg maar, waarom heeft hem die dan weggesmeten? Ja, misschien is die overvallen in Brugge, liep die door de straten. Iedereen kon zien aan zijn schoenen dat hij rijk was. Misschien is hij s'avonds achtervolgd geweest door een dievenbende. Die man heeft het op een lopen gezet. Heeft per vergissing op de eigen tenen van zijn schoen getrapt, want die, dat waren van die lange punten. Heeft hij één schoen kwijtgeraakt en is hij thuisgekomen met één schoen. Ja, heeft hij dan maar weggesmeten. Hij zegt misschien, hè, weet dat niet. Maar door dat verhaal dacht ik, ik kan zelf een verhaal maken. Ja, een spannend verhaal over een overval. Ja, een overval die mislukt, iets met een rode schoen. En dat liet mij niet los. S'nachts, overdag, omdat ik nog 10 dagen tijd had, begon dat verhaal te groeien en te groeien. En toen vertelde ik iets later, voor de kinderen van jullie leeftijd en ouder, over een jongen van 13, 14 jaar, Olrak heet hij. En Olrak, en op een dag zegt de hoofdman, Olrak, men is ons op het spoor. En als men ons vindt, dan worden we opgeknoopt. Dat weet je, wij moeten niet weg. Maar jij gaat morgen eerst naar de stad in het dal. Daar is een jaarfeest. Zorg dat je daar iemand berooft, dat je terugkomt met een buidel geldstukken. Papiergeld bestond nog niet, alleen muntstukken. Haast je en zorg dat je zeker geld bij hebt. Olrak zit daar niet zitten. Waarom? Omdat hij nog nooit op zijn eentje iemand is gaan beroven. Maar hij, het zijn zijn vrienden, hij weet, hij moet dat doen. Dus hij kleedt zich aan als bedelaarsjongen en hij gaat, hij daalt de berg naar beneden en daar gaat hij in het stadje ergens op uitkijk staan om iemand te beroven. Op het marktplein gaat hij niet staan, want daar is er zwart van het volk. En wat ziet hij? Kraampjes overal, mensen, dieren die er in het wild rondlopen, zoals kippen, geiten, ganzen, varkens, dat was zo in de middeleeuwen. Ze zien daar, hij ziet daar een berentemmer, een die de beer laat lossen, iemand jongleren met brandende fakkels, een vuurspuwer. En hij ziet ook een platte kar waarop mensen toneel aan het spelen zijn. En het publiek daarvoor vindt dat niet mooi. En die roepen, hey! En die zijn met rode tomaten aan het smijten naar die acteurs. Ja. Hij sluipt daar van weg en hij gaat in een smal straatje staan met zijn muur tegen, allee, zijn rug.